De afgelopen week heb ik gevierd dat ik 10 jaar burgemeester van Schiedam ben. 4 december 2012 mocht ik in deze zaal feestelijk geïnstalleerd worden. En komend voorjaar zit ik zelfs 30 jaar in het vak na Bleiswijk, Houten en Schiedam. En dat is voor mij het juiste moment om het stokje aan een opvolger over te dragen. Ik stop op 1 juni 2023 als burgemeester van deze mooie gemeente. Ja, ik heb de gemeenteraad gemeld dat ik officieel per 1 juni volgend jaar ga stoppen als burgemeester van Schiedam. Ik ben dan 67, dat is een leeftijd dat veel mensen al lang met pensioen zijn. Ik vind het nog steeds leuk om door te gaan, maar 67 is wel een moment. En ik ben dan 30 jaar burgemeester in 3 opeenvolgende gemeenten. En dan is het toch wel een moment om te zeggen, oké, nou mag een ander het stokje overnemen. De leeftijd is dan voor u de reden, maar ik kan me toch ook voorstellen dat u zoiets had van, nou, ik zat er misschien wel lekker in. Als ik jonger was geweest, had ik zeker doorgegaan. Nou, ik heb altijd gezegd, burgemeesters mogen tot hun 70ste doorgaan. Dat staat in de wet. En waarom zou ik dat dan niet doen? En ik mag ook nog 2 jaar, vanaf nu, nog 2 jaar doorgaan. Maar het is wel zo dat ik ook vind dat een burgemeester niet moet wisselen in of rondom verkiezingen. Dat is echt een gulden regel. Een jaar voor en een jaar na de verkiezing moet je als burgemeester niet weggaan, vertrekken of komen. Want dan zit je midden in de drukte. Je moet ervoor zorgen dat je dan op tijd weg bent en een opvolger hebt kunnen inwerken. En in dit geval ziet het eruit dat die opvolger dan ergens begin 2024 waarschijnlijk zal aantreden. En dat is 2 jaar voor de volgende verkiezingen. Dus dat is een mooi moment. Het tweede is dat ik denk dat ik langzamerhand ook wel even toe ben aan de rustfase. Ik ben 30 jaar burgemeester en sommige raadsleden die zeggen dat ook en de collegeleden ook. Burgemeester Cor Lamers staat altijd aan. En ik heb de behoefte om ook wel eens een keer het knopje even uit te zetten, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, die vat ik wel. Aan de andere kant, 30 jaar burgemeester, dat is, zou je kunnen zeggen, bijna een leven lang burgemeester. Lijkt me ook een moeilijke beslissing om te zeggen, ik doe een stapje terug. Ja, dat is het zeker. Hier heb ik echt behoorlijk over nagedacht. Dat kan ik je wel vertellen. Ook omdat ik ooit de ambitie heb. Het is het mooiste ambt dat er is. En waarom zou ik iets anders gaan doen? En de Schiedam is sowieso ook heel mooi om burgemeester te zijn. Op iedere hoek van de straat ligt de historie voor het oprapen. Je hebt behoorlijk betrokken inwoners. Die gewoon zeggen wat op hun hart ligt. Nou, dat mag ik ook wel. Daar voel ik me echt in thuis. Dus dat zijn geen omstandigheden om te vertrekken. Maar Schiedam heeft na 10 jaar ook wel behoefte en recht op een nieuwe burgemeester. Eentje die de volgende 10 jaar gaat aansturen. En ik ben hier een beetje als een troublemanager binnengekomen. Het was, wat ik ook aan de raad zei, het was allemaal niet gemakkelijk in 2012. Ik heb daar echt 4, 5 jaar voor moeten knokken om ervoor te zorgen dat het allemaal weer een beetje marcheerde. Met iedereen, hè? Niet alleen door mij, maar ik was wel, wat ik zei, het oliemannetje. En nu is het alles in rust, het fundament is goed gelegd en een opvolger mag dan verder bouwen. En die gaat het op zijn eigen manier doen en dat is prima. Zo hoort dat en zo heb ik dat ook ten opzichte van mijn voorgangers altijd gedaan. Het is wel zo dat ik nog niet weg ben uit openbaar bestuur. Als er straks een klusje is, dan ben ik zeker bereikt en zeer geïnteresseerd zelfs om daar nog wat aan te gaan doen. De telefoon blijft aanstaan? Ja, maar ik ga eerst een paar maanden rustig aan doen in de zomer. Ja, moet ik altijd gelijk denken aan als mensen een afscheid aankondigen, in het voetbal ook bekend. Als een trainer aangeeft, ik stop na zoveel tijd, dan komt altijd een beetje de sleet in de ploeg. Dan denken ze, nou, volgend jaar een nieuwe, merkt u daar al wat van of nog niet? Nou, ten eerste dat knopje aan blijft aanstaan, dus dat is garantie nummer 1. Ten tweede, ik ga geen lange afscheidstoernooi van 5 maanden houden. Als dat de laatste 1 of 2 weken gebeurt, vind ik het mooi. Ik blijf gewoon volgaan voor de stad en voor het werk. Daar mag iedereen ook op rekenen, dus daar hoef je geen zorgen over te hebben. Bovendien, er zijn nog een aantal klussen die de komende maanden moeten gebeuren. Het college gaat zijn collegeprogramma presenteren in januari, februari. Tenminste, we zijn het nu aan het maken. Nou, dat is iets waar mijn ervaring best ook nog wel een beetje bij kan helpen. Er liggen nog een paar grote onderwerpen voor de eerste maanden van dit jaar op tafel. De zwembaddiscussie komt eraan, om maar eens even iets te noemen. Dus werk genoeg. Ja, dan tot slot, misschien wel de belangrijkste vraag. Is het burgemeester zelf al op de hoogte dat op zoek moet naar een nieuwe keeper? Ja, dat zijn ze al. Want ik heb een jaar geleden vlak voor corona gezegd, ik ga het wat rustiger aan doen met het voetballen. Dus, en sindsdien hebben ze niet meer gespeeld. Dus.